Welcome, this is the energy vibration lesson for our Leo, Sun, Moon and Rising sign. This is the 17th week from the year 2017. Week begint op 24 tot en met 30. Gefaciliteerd met Koningsdag. En geniet hiervan. Oké. Niet vergeten na te luisteren naar je Sun, Moon en Rising sign. En like en delen deze video's. Okay, je week, you have the focus of the zes. Het is een week van de aarde element, maar je focus van de zes van staven is hier. Zes van staven is altijd een leuke energy vibration. En dit is best wel goed, omdat goede nieuws komt naar je toe in deze week. Ik vind als deze week is een situatie waar je gaat jezelf even echt accepteren hoe je bent als een persoon, maar jetzt wel in de sens waar je hebt leuk, fantastische dingen die komen naar je toe en de energie waar wij als mensen, we kunnen gewoon op, we staan hier op tekenen, alles in het leven en we gaan hier genieten van. Ze gaat even verder. We kijken maandag. En maandag heb je de koningin van de Pentacles. Deze vrouw is een goede vrouw om ons leven samen te werken. Misschien komt je in conflict met deze vrouw. En deze conflict kan mee te maken met best wel verschillende dingen. Maar geef op niet, want deze vrouw is echt, ze is gewoon iemand die weet wat ze wil. Maar dit is best wel een goede vrouw, oké. Als we gaan even verder, dan hebben wij de energy vibration van de twee van zwaarden. De twee van zwaarden is twee mensen in conflict over iets. En dit kan je samen met de koningin van de Pentacles. Maar weet je, het is best wel goed om bepaalde dingen om even op een rij om te zetten. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de zes van staven. En de energie van de zes van staven is fantastisch. Goede nieuws komt naar je toe. En deze energy vibration kan je best wel zien even uitkomen in je leven. Als we gaan even verder, we krijgen de energy vibration van de koningin van de zwaarden. De energie van de koningin van de zwaarden is dat soort of energy vibration waar je komt jezelf tekenen in dat soort of vorm. Als we gaan even verder, dan hebben wij de nacht van en deze soort of energy, deze soort of situatie en deze soort of energy dat je hebt hier is best wel belangrijk dat je weet belangrijke situatie hier over en dat soort dingen en dit is best wel goed, dus leren iets hiervan en hier kan je connecten op verschillende soorten manieren om bepaalde dingen om te doen, dus leren hiervan. Als ik gaat even verder, hebben wij de sekwagen. De sekwagen is echt een fantastische energie dat komt in de weekend samen met de acht van staven. De acht van staven zijn gewoon heel leuke situatie mensen in je leven en dit soort van dingen is best wel goed. Dus het is een tijd wanneer wij als mensen gaan even samen met elkaar aan en je gaat het even zien hoe belangrijk bepaalde situatie is voor ons in ons leven. En daarbij ga je even samen met jezelf even bepaalde situatie in je leven even opkomen. En dat soort van situatie kan je gewoon wegwerken. Oké? Dus leren hoe je bepaalde situatie aannemen. Voor bijvoorbeeld in deze week. Want je gaat even zien, want met de zes van staven en de zegwagen, dat is echt zakelijke en ook voor je persoonlijk, innerlijke, krachtig overwinnen van bepaalde situaties in jezelf, maar ook innerlijk maar uiterlijk. En dat is best wel goed, vanwege doordat als je zulke situatie overwint, dan weet jij dat je iets bereiken in je leven. En dat is best wel goed. Omdat als wij even zien hoe wij kunnen iets in ons leven even in verschillende manieren even kan veranderen en dat soort van dingen, dan leer je iets van jezelf. Maar accepteer je ook dat het leven is met het verschil van andere dingen. Dus ja, die energie wat je moet ook samenwerken met in deze week, het is dus de solar plexus chakra. En daar vind je de innerlijke krachten, daar vind je innerlijke krachten. En de innerlijke kracht is wat je zoekt om je ik te vinden, waar je vindt wie je bent als een persoon. Dus je vindt die energie van de solar plexus chakra en dat is altijd de kleur van geel. Dus als wij onszelf gaan even connecten met de solar plexus chakra, dan gaat ons echt wel zien en echt wel connecten met de mensenheid en hoe wij als mensen kunnen gewoon onszelf verder. En het is een fantastische week om daar even te leren hoe we gaan dat doen. En ik ga zeggen, namaste, tot volgende week.